Ik werd wakker door een beetje licht en een beetje rare geur. En kijk naar buiten en dat waren we binnen brand. Ja, dat is het wat we nou overblijven. Ben je geschrokken ervan? Ja, het is niet echt iets wat je dagelijks overkomt natuurlijk. En vooral dat het dicht bij huis is. En kom ik zie en zo. Ja. Het is kut. Misschien te veel geperst in de jeugd of zo, weet ik het. Beetje een rare kronkel. Ja, moet je anders voor zeggen. Je hebt wel met de recherche gesproken, wat zeggen die? Ja, hij zegt ik ga een rapport opmaken, wel de verzekering. Hij zegt het is een nieuwe trend. Hij zegt het gebeurt steeds vaker. Maar de afgelopen 2 weken heb ik er 4 of 5 gehad. Nou ja, dan is het niet een iets wat heel zelden gebeurt. Het is gewoon iemand die zijn eigen verveelt. Die misschien een film heeft gekeken of weet ik veel wat allemaal. Dus ze hebben metingen gedaan vanochtend gelijk bij de buren en bij ons. En aan deze kant was het niet veilig om te slapen. Ja, als je niet wakker wordt en je slaapt gewoon door, ja, dan heb je een probleem. Dan slaap je lang. En dat, ik denk niet dat ze daarbij nadenken als ze zoiets doen.